Helaas. Ik ben live, zo te zien. Ik kan helaas jullie reacties niet zien, want hij wil mij weer niet hier laten zien wat ik hoor te zien. Maar goed, dat maakt niet uit. Even kijken. Oh, wacht, zie ik het hier? Ja, hier zie ik ook weer wat. Zo kom je eens wat tegen. Maar goed. Goedemorgen, Wietke zie ik. Hoi, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ik begin maar gewoon. Ik kan helaas dus niet gelijk op jullie reacties reageren. Als er iets in zat waar ik op moet reageren, doe ik dat straks aan het eind. Ik kijk het altijd nog even na. Vandaag konden jullie kiezen uit de stempelsets Sweet Strawberry of Winterwensen. Het is luid en duidelijk Sweet Strawberry geworden. Ik heb daarvoor vandaag, laat ik natuurlijk altijd ook even het kaartje zien die het niet geworden is. Ik gebruik vaak dezelfde techniek, maar andere kleuren. Ik heb vandaag deze Dutch Door kaart gemaakt, zoals deze heet. Ik vond het wel een leuk modelletje om jullie te laten zien eigenlijk hoe eenvoudig deze te maken is. En deze is dus, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zal hem iets dichterbij houden. Maar ik heb deze kerstster, heb ik behandeld met de Shimmery Crystal Effect. En dan krijg je echt zo'n beetje een glazuurlaagje eroverheen. Met een heel klein beetje glimmertje erin. En deze ster heb ik met de Wink of Stella gedaan. Daar zit ook een heel bescheiden subtiel glittertje in. Goed, die kaart is dus niet geworden, maar dit is de kaart die we vandaag wel gaan maken. En dat is de met de aardbei. Sweet Strawberry. Dus ook een Dutch Door kaart. En ik ga ook de stamperetters nog gebruiken zo meteen. Dus dan kunnen jullie ook zien hoe ik dat heb uitgelijnd voor het ponsen. Goed, we gaan beginnen. Ik begin met de basiskaart en die is 14,5 bij 21 en deze kleur is Granny Apple Green. Dan gaan we hem rillen op 10,5. Rillen is met de lichte kleur. De donkere kleur is voor snijden. Die willen we niet hebben. Dan leggen we hem een kwartslag gedraaid en leggen we hem op 7,5 en gaan we snijden tot aan die rillijn. En je kunt op het mesje zit een gleufje, als dat dan uitgelijnd is op die rillijn, dan zit je precies goed. Ik hoop dat jullie het kunnen zien waar dat dit sneetje, zeg maar. Ja, ik kan zelf niet zien nu of dat jullie het kunnen zien. Maar goed, ik heb mijn best gedaan. En anders maak ik er nog een keer een foto van als het nodig is. Dus nu gaan we snijden tot aan die rillijn op 10,5. Dan draaien we hem weer een kwartslag. Leggen we hem weer op 10,5. En gaan we snijden tot aan die snijlijn. Zo. Dat ging niet helemaal zoals het moest. Hij is uit zijn gleufje. Even kijken naar de snijlijn. Zo. En zo hebben we de Dutch Door card. Even kijken of er nog berichtjes zijn. Oh, goedemorgen. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Gezellig. Dan gaan we deze rillen. En deze komt straks hierop. Goed. Daarvoor heb ik een stukje dezempapier wat ik hierop wil plakken. En dat is 7 bij 10. Dus 7 bij 10. Dus dat is een halve centimeter kleiner dan de maat die overblijft. Zo.
Die plakken we er gelijk alvast op. Dan vond ik het wel leuk om er nog een bandje van de restje designpapier erop te plakken. En dat is de kleur Poppy Parade. En dit is de kleur Bermuda Bay. Hier ongeveer. Zo. Dan kunnen we deze er ook alvast op plakken. En die plak je eigenlijk in het midden van je kaart. Maar let op, hè, dat je de lijm alleen op de onderste helft doet. Want anders plak je de kaart vast en kan die niet meer open. En dat is zonde niet. Zo. Ongeveer in het midden. Komt niet op de millimeter aan natuurlijk. Zo. Daar kan ook alvast de mat op die ik heb bedacht. En die is van Poppy Parade. Dit stuk is natuurlijk wat je afgesneden hebt. Is 7 bij 10,5. Dus we maken deze 6,5 bij 10. En dit is het stukje wit, gewoon basic white. En die is dus weer een 5 mm kleiner, dus dat is 6 bij 9,5. Maar hier gaan we op stempelen onder andere. En op een reststukje. En ik heb alvast een paar aardbeidjes uitgeponst, want we hebben een bijpassende pons. Deze, de Strawberry Builder. En dan heb je dus de aardbei, het takje, het bloemetje en het blaadje wat je in één keer kunt stempelen. Dus dat ga ik eerst maar even doen. Eventjes, daar gebruik ik mijn stemperettes voor. En ik had hem al vast uitgelijnd. Ik heb dus één keer uit gewoon een stukje restpapier heb ik de pons gestanst. En die gebruik ik nu, heb ik gebruikt om deze stempels uit te lijnen. En als ik dat dan zo heb gedaan, dan kan ik dus in één keer alle vier die afbeeldingen stempelen. En dus ook in één keer uitponsen. Dat is wel zo handig als dat je elke keer een stukje los moet doen. Nu heb je natuurlijk, ja, dan denk je, ja, dat is leuk, maar dan moet je ook verschillende kleuren kunnen stempelen. En dat is natuurlijk lastiger als ze zo dicht bij elkaar zitten. Maar daar gebruik ik mijn sponsdobertjes voor. Dan kan je gewoon veel beter lokaliseren waar je de kleur inkt wil hebben. Dus ik neem nu gewoon Bermuda B en het bloemetje spons ik in met de Bermuda B inkt. Dan neem ik de Granny Apple Green. En die gebruik ik voor de blaadjes. Even kijken of er niks geks gebeurt. Dat we ineens de verbinding kwijt zijn of zo. Dat gebeurt de laatste tijd ook nogal eens. Begrijpen doe ik dat niet. Maar ja, ik heb er dan ook niet zoveel verstand van. Van die computers. Goed. Dat is de groene. En dan de rode nog. Voor de aardbei. En ik zit het gelijk alweer aan mijn vingers te stoppen. Het gaat er zo wel weer af. We zijn bezig met de grote schoonmaak. Dus die inkt die is er zo af. Vandaag staat de keuken op het menu. En ik zie nu dat ik hier een beetje rood heb uitgeweid. Maak weer even. Dat moet natuurlijk wel groen worden, hè? Zo.
En nou denk je, ja, nou heb je die inkt er al een tijdje op zitten. Die is natuurlijk weer opgedroogd. Maar het voordeel van inkt op waterbasis is dat je gewoon even zo doet. Eventjes weer bewasemen. En dan kan je gewoon stempelen. Maar goed, dan moet je wel eerst het papiertje eronder leggen. Kijk, ik heb hem dus zo gedaan dat ik het papiertje er nog onder kan schuiven. Gewoon met een stukje schilderstape van de Action. Deze om hem op zijn plek te houden. En dan moeten we hem nog een keer bewasemen. En dan kunnen we in één keer stempelen. Eventjes hem wat extra geven op die plaatsen. En voilà. Gestempeld is die. Die er nog even tussen. Kan ik hem straks even schoonmaken. Zo. En nou ga ik hem nog eventjes nastempelen met alle uitlijnstempels. Want dat is natuurlijk wel leuker als er een beetje figuurtjes omheen zitten. En dat doe ik gewoon met de losse pols. Dat kan je natuurlijk ook op dezelfde manier doen. Maar ik vind dit altijd wel erg leuk om te doen. Dus, nog even de aardbei. En de blaadjes. Zet ik hem mogelijk even voor, maar dat is om hem even goed te positioneren. En deze nog. En zo zijn ze allemaal gestempeld en kunnen we ze in één keer ponsen. Ik leg hem gewoon voor me op de tafel. Dan leg ik hem even zo goed mogelijk. Blijft altijd moeilijk hoor om het precies goed te positioneren. Maar zo goed mogelijk erin. Ik ga niet helemaal naar mijn zin nu, dat zal je zien. En dan moet je, omdat er zoveel afbeeldingen in één keer zijn, moet je wat extra kracht zetten. Normaal gaat het niet zo zwaar. Maar dit soort ponsen, die gaan wel iets zwaarder. Dus daar moet je echt even wat kracht voor zetten. En zo hebben we aardbeien, blaadjes, bloemetjes. En kunnen we de kaart verder gaan afmaken. Ik ga eerst eventjes op dit stukje wit de tekst stempelen. Dat doe ik in Bermuda Bay. En de tekst is Happy Birthday, you sweet thing. Nou, dat past natuurlijk perfect bij die aardbeidjes. Aardbeidjes zijn ook lekker zoet. En dan wil ik deze tak er nog achter stempelen straks. En dan ga ik daar de aardbeidjes en de bloemetjes en de blaadjes overheen plakken. Maar dan heb je ook een beetje een richtlijn waar je alles wilt hebben. Ik kan het natuurlijk ook inkleuren. En dan de aardbeidjes ervoor doen. Even kijken, een beetje lager. Zo. Voilà. Die ook aan de kant. Dan. Plak ik even de kroontjes op de aardbeien. Zo, dat is één. Ik ga twee aardbeien gebruiken. Dus ik hou deze keer wat over. Maar dat gebruik ik gewoon weer op een volgende kaart. Die kant daarin. Goed, dan ga ik even de blaadjes plakken. Dat doe ik een beetje hier. Zo.
En de bloemetjes, die ga ik natuurlijk ook opplakken. Maar die doe ik met twee glue dots op elkaar. Dan krijg je een beetje dat hoogteverschil. En dan plak ik de aardbeien straks met dimensionals. Dus ik doe gewoon twee glue dots even op elkaar. Achter het bloemetje. En op de kaart. Zo. En de laatste. Die gaan we hier doen. Zo. Zo. Moet wel een beetje fatsoenlijk blijven zitten. Zo ja. Hop. Dan kan hij weer op zijn plek. En dan gaan we de dimensionals achter de aardbeien doen. Jullie weten, ik ben nooit zuinig met mijn dimensionals. Als jullie vaker kijken. Maar ik heb er een hekel aan als het indeukt in de post. Dat vind ik niet mooi. Dus vandaar doe ik het op deze manier. Zo. Zie, ik zit alweer helemaal onder de inkt, jongens. Ja, dat hoort erbij als je hobby. En deze plak ik ietsje hoger. Zo. En zo is het stukje wat hier op de kaart komt ook klaar. Kwestie van lijmen. En je kaart is nu af. Een beetje Tombo erachter. Zo. Dat is de kaart. Ik kijk nog even. Of. Ja, dat is wel gezellig samen, Nelly, zo samen poetsen. Moet ik zeggen, ik vind het poetsen eigenlijk niet leuk, maar zo samen is het wel gezellig. En dat probeer ik altijd een beetje te doen. Zo, september is de groot schoonmaak bij ons. Maart en september meestal. Ja, je moet toch ergens doen, niet? Goed, de kaart is klaar. Volgende week is er geen live. Eigenlijk is er heel de maand verder geen live meer. Dat komt omdat het vakantietijd is en ik daarna nog jarig ben. En dat valt allemaal net zo. Ja, dat ik geen, nou ja, misschien wel tijd heb, maar het eventjes op een laag pitje zet. Dus pas 7 oktober is er weer een donderdag live. En voor die dag kunnen jullie kiezen uit deze twee stempelsets, de Festive and Bright of de Sailing Home. Om 10 uur komt het deze foto op Facebook te staan en dan kun je daaronder aangeven welke jouw voorkeur heeft. Ja, ik weet dat het even duurt voordat er dan uitsluitsel overkomt wat ik ga doen. Maar goed, mensen moeten toch een keer een beetje vakantie houden, niet? Dan is er op, even kijken, 13 september is er Stempelclub. Die ga ik wel door de Facebook, het filmpje. Komt alleen dan als een YouTube link erop te staan. Dit zijn de kaarten die we gaan maken. Deze is ook erg leuk. Daarvoor kun je je nog opgeven tot 6 september. Dus tot en met 5 september. Zo moet ik het eigenlijk beter zeggen. Op 6 september ga ik de pakketjes maken en opsturen aan degene die zich hebben opgegeven. Een pakketje Stempelclub kost 10 euro. En dan is er de dag erna, dus op 14 september, is er de workshop. Dat zijn deze leuke doosjes. Hier kan je wat leuks of lekkers instoppen en hier kan je een giftcard instoppen. Een pakketje workshop kost 15 euro. Bestel je allebei de pakketjes samen, krijg je 2,50 korting. Wanneer je voor 50 euro een bestelling aan Stamp & Up materialen bij mij doet, krijg je allebei de pakketjes gratis. En momenteel is tot eind september, als je voor 60 euro bestelt,
mag je ook nog een gratis stempel uitkiezen of net wat je wil uit de Celebration folder. Ik zou zeggen, geef je nog gauw op. Dan ga ik maandag aan de slag met pakketjes maken. En zie ik jullie 7 oktober weer. Tot dan. Doei doei.